Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. We hebben vandaag opnieuw hoge temperaturen gehaald. En heerlijk weer, wat mij betreft, want de zon scheen flink. Wat hoge sluierwolken hinderden hier en daar de zon. Maar uh, rustig weer, veel zonneschijn en temperaturen dus van 9 tot lokaal zelfs 11 graden. Lauwers Oog, het meetpunt, die gaf er vandaag de brui aan. Dus die min 99 kunt u vergeten. Die hoge temperaturen zien we ook terug op de weerkaart van Europa: 10 graden in ons land. Zo'n 12 tot 15 graden als je naar het westen en zuiden gaat. En de winter die bevindt zich in Scandinavië, vooral ook in Rusland en in het oosten van Europa. Rondom een hoog drukgebied is de kou daar de afgelopen dagen langzaam naar het zuidoosten van Europa aan het trekken. En daar wordt het dus steeds kouder. Heel klein beetje ook een takje richting onze kant. Dat stelt nog weinig voor. Misschien volgende week. Als we naar de weerkaart kijken, dan zien we een fors regengebied liggen boven de Britse eilanden. Daar regent het flink en die regen komt onze kant op. In de loop van de nacht bereikt de regen al ons land. En morgenochtend trekt het regengebied dan via het oosten van het land naar Duitsland. En dat is gunstig, daardoor klaart het morgenmiddag op en hebben we waarschijnlijk een droge jaarwisseling. In de nacht trekt nog een klein buiengebiedje over, die komt waarschijnlijk na 1 uur s'nachts. En daarna wordt het spannend. Komt er wel of geen winter weer? We zien een hoge drukgebied boven het westen van Rusland ontstaan. Daaromheen komt echt een forse aanvoer van koude lucht. En een deel van die koude lucht komt ook onze kant op. Maar we hebben ook een lage drukgebied bij Ierland. En dat lage drukgebied heeft uiteraard een zachte lucht bij zich. En die twee luchtsoorten gaan boven Nederland tegen elkaar botsen. De koers van het lage drukgebied, dat is het grote vraagteken. Trekt hij bijvoorbeeld, doe me even met de rode pijl, over het noorden van Nederland. Dan komen we in de zachte lucht. Of trekt hij meer over het zuiden van Nederland of over België? En dan komen we in de koude lucht en krijgen we met sneeuw te maken. Nou, antwoord op deze vraag heb ik nog steeds niet. Die strijd die wordt de komende dagen uitgevochten. En zo rond 3 januari gaan we het dan ook daadwerkelijk merken. Bij ons morgenochtend dus nog een regengebied van west naar oost daarna wordt het snel droog en morgenmiddag is het dan dus grotendeels droog. Heel lokaal een buitje, maar vooral een zonnige periode: 9 tot 11 graden en een matige tot vrij krachtige zuidenwind. Nou, zoals gezegd, tijdens de jaarwisseling is het dan droog, daarna komen een paar buitjes. Maar vrijdag overdag, 1 januari, dan is het ook weer droog en zijn er flinke zonnige perioden. Iets koelere lucht, graden of 8 wordt het. Zaterdag draait de wind naar het zuidoosten en dan zien we de temperatuur verder dalen. In Groningen 4 graden als maximum, in Zeeland 7 graden en in de loop van de dag gaat het regenen. En zondag maxima van 2 in Groningen tot 8 in Zeeland en dan zie je die strijd tussen die luchtsoorten dus terugkomen. Er valt regen in de zuidelijke helft van het land, in het midden en noorden heel misschien natte sneeuw en Groningen maakt een kleine kans op droge sneeuw. Kijken we dan verder vooruit, nou, dan zien we dat ook weer die strijd terug. Want hierbovenin is de zachte strijd, en daaronderin de koude lucht. En wie het gaat worden, ja, je mag kiezen. In ieder geval is er dus kans op winterweer in de loop van volgende week. En het antwoord gaan we dus laten merken. Zien we ook in de sneeuwkansen terug. Er kan wat sneeuw gaan vallen, dit geldt voor het midden van het land. We zien op maandag, dinsdag en woensdag dat de kansen duidelijk wat hoger zijn. En misschien wordt het zelfs meer dan 3 centimeter. Maandag is die kans 12 procent. Maar dan moet het lage drukgebied dus wel over België trekken. En niet over Groningen. Want dan hebben we gewoon 8 graden en regen. Ik wens u een goede laatste dag van het jaar. En een prettige jaarwisseling. Ik spreek u morgen weer. Vriendelijke groeten. Michiel Severin.